kraken al de hele dag, hè? Nou ja, we bezetten dit gebouw. Dus ik zou het niet kraken willen noemen. Dus we bezetten echt dit gebouw. En ja, sinds vanmiddag. Ja. Omdat Shell nog steeds heel veel banden heeft met de fossiele industrie, met Shell met name. En ja, we willen graag dat die banden doorgesneden worden en dat de universiteit er ook transparant over is. Omdat Shell een groot oliebedrijf is en ja, ons allen in gevaar brengt. En hoe kan de universiteit daar dan transparant over zijn? Nou, we willen ten eerste dat ze transparant zijn over alle banden die ze hebben, over de geldstromen die er zijn. Ja, dus daar kunnen ze gewoon publiceren. Waarom dan per se de universiteit en niet een ander gebouw die dichtere banden heeft met Shell? Nou ja, wij zijn allemaal studenten en medewerkers aan de UvA. En er is al langer een campagne gaande waarin studenten en medewerkers van universiteiten eisen om ja, banden door te snijden met de fossiele industrie. Wij blijven hier voorlopig. De mensen in het gebouw laten zich uit het gebouw halen door de ME. Anticapitalista! Dat is het ook.